Het is vooral dankzij de vrouwen dat Nederland zo hoog op de medaillespiegel staat. Ja, acht keer goud, zes keer zilver en vier keer brons haalden de Nederlandse sporters tot nu toe in totaal 18 medailles, waarvan er elf werden behaald door een vrouw of een vrouwenteam. Vooral bij de gouden medailles is het verschil groot. Van de acht gouden medailles zijn er zes voor een vrouw. Er doen ook voor het eerst meer vrouwen mee dan mannen. 134 tegenover 107. Als je meisjes in hun vrije tijd iets wilt laten doen, dan doe je ze op turnen. Dan zijn ze lekker van de straat, toch? Ik doe het niet voor de lol, ik doe het omdat ik ook heel graag naar de Olympische Spelen wil. Wat hoop jij te bereiken? De Olympische Spelen. Juist, in deze sporthal in Hoofddorp wordt niet zomaar een beetje geturnt. Benen, benen. Hier wordt bloedserieus gewerkt aan een topsportcarrière. Deze meisjes die trainen zes keer in de week, drie tot drieënhalf uur. En als ze ouder worden, dan trainen ze ongeveer 30 uur per week. Als ze nog tijd overhouden om naar de spelen te kijken, dan moeten ze wel geïnspireerd raken. Van de acht gouden medailles tot nu toe waren er zes voor vrouwen. Is dat trouwens wel omdat ze minder concurrentie hebben. Dat komt vooral omdat in sommige landen het helemaal niet normaal is en vrouwen niet eigenlijk aan sport mogen doen en laatst, zeker ook niet aan topsport. Dus in die zin heeft Nederland echt een voordeel op, uh, op onder andere Arabische landen en Afrikaanse landen. Er zijn natuurlijk sporten waarop Nederland het goed doet, omdat er relatief weinig vrouwen uit andere landen aan meedoen. Maar het goede nieuws van Rio is dat dat nu niet het hele verhaal is. Nee, want dit jaar hebben we zilver voor Daphne en goud. Voor? Sannewevers. Elke gouden plak is natuurlijk top, maar dat het op dit instrument ook gelukt is. Turnen is een mondiale sport. Hè. Uh, bij het vrouwenturnen alleen al deden meer dan 50 landen mee. Uh, in andere sporten uh, ligt dat getal lager. Dus uh, ja, getalsmatig gezien is het dan ook veel bijzonderder dat je daar een gouden medaille op een balk haalt. dan dat je dat bijvoorbeeld op de 10 kilometer met schaats haalt. Kortom, de Nederlandse vrouwen timmeren aan de weg. En niet alleen omdat ze met meer zijn. En toch zijn er nog altijd plekken waar je vrouwen veel te weinig ziet. Vrouwen in topcoachposities, zeer beperkt. 1 op de 10 topcoaches is vrouw. Vrouwen in Olympische sportbesturen of sportbesturen van sportbonden. Dus er is uh, nog zeker ook een wereld te winnen. Daar kunnen deze dames zich misschien later op storten. Nu eerst maar eens toewerken naar een medaille.